bij OEC is gewoon heel erg goed. Ik speel natuurlijk niet niks zoveel jaar. En je ziet hier het complex. Het ziet er gewoon fantastisch uit. We zijn een grote club die al heel lang aan het groeien is. En die een belangrijke plaats wil innemen in de gemeenschap in Rosmalen. In 10 jaar tijd van 1100 leden naar 2300 leden. Ja, daar hebben we niks aan hoeven te doen. Dat overkomt je. Wij vinden het belangrijk dat we mensen hier aan het bewegen kunnen krijgen. En met name aan het voetballen kunnen krijgen. En daarom hebben we dit mooie complex op bijna elk moment van de dag in gebruik. Je hebt nog een ambitieniveau om mensen zo hoog mogelijk te laten voetballen. Dus ga je ook investeren in de jeugd. Je gaat investeren in de jeugdleiders om zo hoog mogelijk te voetballen. Van de hoogtepunten in het voetbal is het natuurlijk 2014 geweest. Een kampioenschap van ons eerste elftal, ons tweede elftal in de A1. En dat is het resultaat van de investeringen die je doet in je jeugdopleiding en je jeugdtrainers. We stimuleren graag mensen om nieuwe ideeën te ontdekken, nieuwe ideeën te ontwikkelen om actief te zijn binnen de vereniging. OEC is een club waar heel veel mogelijk is. Als je een goed plan hebt, mag je alles beginnen. OEC is ook een luxe club, doordat het zo groot is. Dus er is een eigen fysiotherapeut, kunstgrasvelden, vloerverwarming. Ja, dat is de luxe van een grote club. Een van de leuke dingen die hier in de club zijn ontstaan de afgelopen jaren is het peutervoetbal. Dat is een groep, hele jeugdige leden uiteraard, van 2 tot 4 jaar, die op 1 of 2 ochtenden in de week leren omgaan met een bal. En dat is in feite ontstaan vanuit een aantal moeders die hier al voetbalden. 3 jaar geleden zijn we peutervoetballen ook daadwerkelijk gestart bij OEC. Vorig jaar zijn we ook begonnen met kleutervoetbal. En inmiddels hebben we ook al 3 kleuterteams die op de woensdagmiddag trainen. En intussen heeft zich dat verbreed naar een project wat heet Sportimpuls. Waarin wij mensen proberen te stimuleren om al snel te gaan bewegen. Dat betekent dus dat er allerlei programma's worden samengesteld samen met het kinderdagverblijf, samen met de gemeente en samen met de Gelderse Sportfederatie. Waarin kinderen al op hele jonge leeftijd leren dat het goed is om in beweging te blijven en daardoor gezond te blijven en op gewicht te blijven. Dan zie je dat er peutervoetbal ontstaat, dan zie je dat 35-plus voetbal ontstaat op woensdagavond. Dan zie je dat vrouwen boven de 35 willen gaan voetballen en zo langzamerhand is OEC een club geworden van mensen die tussen de 2e en 82e levensjaar kunnen voetballen bij deze club. Ik zie OEC Rosmalen als een ondernemende voetbalvereniging, als een vooruitstrevende club, als een club die steeds op zoek is naar nieuwe ideeën. Doordat we zo'n grote groep vrijwilligers hebben, hebben we ook heel veel kwaliteit in huis. Met die groep vrijwilligers kunnen we dus steeds de organisatie sterker maken. En zorgen dat we met een goede organisatie hier veel plezier aan het voetballen beleven. Wij zijn een club die staat voor respect, rechtvaardigheid. En wij willen graag dat iedereen zich hier thuis voelt. Het is erg belangrijk dat mensen vrijwilligers zijn en dat er steeds meer nieuwe vrijwilligers komen. Zodat de kinderen ook kunnen blijven voetballen en dat de kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen. En dat het betaalbaar blijft om te kunnen voetballen. OEC is een grote club en we proberen toch iedereen als lid hier een toekomst te geven. We proberen leuke evenementen te organiseren. We proberen van alles te doen om het leuk te maken voor de kinderen. En ja, daar hebben we gewoon heel veel vrijwilligers voor nodig om hier succesvol in te zijn. Wij zetten ons in als selectiespelers voor de club. Dus niet alleen de aanvoerder, nee, we doen het gewoon als hele selectie. En dat doen we een aantal keer per jaar. We geven training aan jeugdelftallen en fluiten altijd het E-toptoernooi. Dat willen we wel gaan uitbreiden, dus daar willen we wel meer gaan doen. Dus dat doen we als selectie graag en dat doen we graag terug voor de club. Voor vrijwilligers is het heel handig als je persoonlijk contact hebt met mensen. Als je persoonlijk vraagt, direct vraagt, dan zijn mensen eerder bereid om toch iets voor de club te gaan doen. Vrijwilligerswerk is gewoon heel belangrijk. Wij willen ons daarvoor inzetten. Ik denk dat iedereen dat wel even moet doen. Er is hier zoveel te doen als vrijwilliger, dus er is altijd wel iets leuks te doen wat past
Mij bevalt het heel goed, want ja, ik heb een heel sociaal leven hier opgebouwd door vrijwilliger te zijn. Gezellige vereniging met de familiebanden en het familiegevoel met name. Na de verhuizing was dat familiegevoel zoals we dat op de Hoef hadden, het oude complex, naar het beleven van een aantal mensen wat weg. Maar inmiddels kunt u duidelijk constateren dat het hele familiegevoel teruggekomen is. En het tweede wat OJC naar mijn mening kenmerkt, dat is het hoog niveau van respect hebben voor elkaar en het beleven van normen en waarden. Maar ook in de uitvoering daarvan het elkaar aanspreken op het niet hebben van normen en waarden. Als ik 5 jaar vooruitkijk, zie ik OJC Rosmalen nog steeds als een vereniging die midden in de gemeenschap staat. En ik hoop eigenlijk dat we samen met andere clubs hier in de sportzone op de Grote Wielen een eenheid zijn en optrekken met elkaar om hier Rosmalen vitaal te laten bewegen.